heb, voordat wij 1 minuut stilte houden, wil ik een gedicht, kort gedicht uitspreken, wat ik daar ook uitgesproken heb. En dat vind ik heel toepasselijk is. Het is van een verzetsheld uit de oorlog. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Dan wil ik u vragen, 1 minuut stilte. Pieter van den Burg van de PVDB, ook vandaag is er weer in beslotenheid gesproken. Ja, maar daar is in beslotenheid. Ja, maar goed, u hebt in het verleden al aangegeven dat het eens een keer afgelopen moet zijn in die raad. Jawel, maar vanavond was het wel relevant om in beslotenheid over een aantal dingen te bespreken. Dat wil niet zeggen dat wij als PVDB tegen alle besloten vergaderingen zijn. Vanavond was het een relevant onderwerp waarin de gemeente daarin toch een kwetsbare positie heeft, dat wij dus als gemeenteraadsleden en fracties daarin toch wel gezamenlijk moeten optrekken. Niet dat het een met het ander te maken heeft, maar het vluchtelingendebat, dat heeft plaatsgevonden. Hoe staat de PVDB erin op dit moment? Dat is een moeilijk probleem. Wij staan daar goed in de zin dat wij ook met de raad de motie hebben, of nou de motie, maar er is in feite besloten tijdens een vergadering dat wij 72 uur opvang willen hebben. Dat is door de raad besloten. Er waren een aantal partijen waar we tegen. Wij waren daar voorstander van. Het gaat over vluchtelingen, dus geen statushouders. Er zijn twee locaties die zijn daarvoor in beeld. Welke zijn dat? Dat is de Betuwehal en de Hal van Westrooien. En daar komt morgen een brief over naar bewoners welke hal het dan zal gaan. En daar worden specifieke maatregelen voor getroffen. Wij zijn gisteravond door het presidium, dat betekent dat alle fractievoorzitters bij elkaar geroepen zijn. Dat gebeurt 1 keer in de maand voor de raadsvergadering. En daarin is dit punt wel heel specifiek door de burgemeester besproken. Voorzitters van de politieke partijen. Van de politieke partijen. Dus dit is het moment van uitzending is vrijdag. Dat betekent dat het een en ander al helder is. Dan zal het een en ander helder zijn, maar wij kunnen daar niet voor communiceren voordat de bewoners, dat hebben we ook heel duidelijk afgesproken, voordat de bewoners zelf zijn geïnformeerd. Goed, dat weten ze dus inmiddels. Als we nu even dan terugkijken, hoe is dat proces gegaan? Dat is vrij goed gegaan. Er is goede afstemming geweest tussen het college en de fracties. Want aan de ene kant is het natuurlijk een nieuw probleem voor ons. Daar moet je mee leren omgaan. Het gaat natuurlijk heel erg, wat heel kwetsbaar is de communicatie. Daarin hebben we met elkaar toch wel heel goed gesproken. Niet dat daar fouten in gemaakt zijn, maar wel dat het een heel kwetsbare situatie is. En vooral naar de situatie, ook naar de schietpartij en de situatie die in Parijs is gebeurd. Want de beeldvorming is daarin heel diffuus, dat nu ook bij de vluchtelingen ineens wordt verteld. Daar zitten ook ISIS mensen. Maar dit zijn echt vluchtelingen die uit een oorlogsgebied komen. Maar goed, die moeten dus nog gescreend worden. Die moeten nog gescreend worden en wij hebben als raad ook gezegd dat wij zij humaan opvangen. Want die mensen die hebben hulp nodig en die hebben 72 uur nodig om verder geplaatst te worden in huizen of andere opvangcentra's, et cetera. En daar hebben wij als Tiel ook aangeboden om dat ook humaan en menselijk te doen. Die 72 uur opvang, die vindt dan in een van die twee sporthallen plaats. Hoe lang gaat dat duren? Dat gaat minimaal 72 uur duren, maar het zou verlengd kunnen worden nog eens een keer 72 uur. Nou goed, maar dan gaat die groep weg en dan komt de volgende groep. Nee, het blijft bij 1 groep. En die groep die kan verlengd worden als er voor die groep niet op korte termijn een plaats wordt gevonden. Dat is ook heel duidelijk afgestemd binnen de raad. Dus dat betekent ook dat de overlast, als we over overlast kunnen spreken voor mensen die gebruik maken van die sporthal, minimaal is? Die zou hooguit een week zijn wat we hebben afgesproken binnen de raad.
De gemeente Tiel is geconfronteerd met een aanpassing van de buslijnen. Buslijn eigenlijk 45 concreet. Dat is de lijn van Tiel naar Wageningen. Dat die aangepast is. Bevindingen? Nou ja, we hebben op 12 november een brief gekregen van Arriva dat de dienstregeling wordt aangepast per 13 december. En die dienstregeling houdt in dat de bussen naar Wageningen fors minder gaan rijden. Wel minstens de helft minder. Omdat men van mening is dat de 80% van de reizigers uitstapt in Kesteren en daardoor de bussen te leeg zijn en dus niet rendabel. En de provincie is die mening ook toegedaan. En wat men nu aan het doen is, is dus een regeling zodanig veranderen dat de lijnen voor Arriva rendabel zijn, dat ze in ieder geval mee uit de voeten kunnen. En dat betekent dat die overstap daar bij Kesteren zou moeten plaatsvinden. En dat is voor een groot deel van de reizigers blijkbaar in de visie van Arriva en de provincie geen probleem, maar voor een deel van de reizigers wel. De gemeenteraad bij monden van Pieter van den Burg heeft aangegeven om de wethouder nog een paar tools mee te geven in de vorm van een motie of een amendement. Want het wordt heel erg uitgekleed. Hè. Wat kan het college doen? Nou ja, op dit moment kunnen we eigenlijk nog maar één ding doen. Dat is samen met onze collega Nede Betuwe, die het ook treft. Wethouder Gerrits is dat? Ja, precies. Dat we met elkaar een brief gaan schrijven van provincie Arriva. Ja, dit is niet goed. Ons openbaar vervoer is eigenlijk al niet op een goed niveau. En wat er nu gebeurt, dat leidt tot meer verschraling. We snappen dat de provincie bezig is met een hele, noem ik maar, herijking van het openbaar vervoer. Het aantal lijnen zal echt fors minder gaan worden. Ook de grote bussen zullen verdwijnen. Het worden kleine bussen. En dat snapt ook wel iedereen. Want ja, grote lege bussen rondrijden, dat is echt weinig zinvol, maar je zult toch dan bij voorkeur nog kleine busjes moeten overhouden die wel ergens naartoe rijden. Nou, dat is onze inzet en we proberen nog de schade te beperken. Dus echt damage control voor deze lijn. En of dat lukt, dat moeten we zien. Kortom, een brief en lobbyen. Juist, ja. En in het vervoersberaad, dat is een overleg met de provincie, aangeven dat we niet blij zijn met het proces. Namelijk een mededeling dat het verandert. Ja, dat past niet in onze visie. Overleggen met de gemeente over wijziging van openbaar vervoer. Daar zijn we echt iets anders onder. In de raadsvergadering is er gesproken over de nota welzijn nieuwe stijl. Wat houdt het in? Ja, de nota welzijn nieuwe stijl, daarvan hebben we met een proces met de samenleving zelf, met alle partijen die daarbij betrokken zijn. Dus hebben we een nieuwe nota geschreven waarin we welzijn opnieuw willen definiëren. Dat komt mede vanuit de WMO. Er zijn natuurlijk al wat kaders uitgekomen. Heeft alles te maken met bezuinigingen? Nee, heeft niet te maken met bezuinigingen. Die zijn al gerealiseerd op het welzijnsgebied. Dus deze hele exercitie is niet bedoeld om daarop te bezuinigen. Maar om het beter te maken. Klopt, en dat hebben we met veel partijen gedaan in allerlei sessies. En nou, er is een gedragen gedachte, een gedragen visie uit naar voren toegekomen om dat te gaan vormgeven. Concreet? Concreet betekent dat de Tielse organisaties nu de mogelijkheid krijgen. Die hebben ook aangegeven, willen de handschoen oppakken om het nader verder in te vullen. Praten we over Mozaïek en Dynamiek? Ja, en ook over de SCMR bijvoorbeeld. Die willen echt samen aan de gang om wel zijn nieuwe stijl verder in te vullen. Daar krijgen ze tot de zomer van 2016 de tijd voor. En dan moet het plan de campagne voor 1 januari 2017 gelden en uitgevoerd gaan worden. Zoals door de VVD al in de commissie samenleving is aangegeven, komt dit visiedocument veel en veel te laat. En de VVD had vandaag het uitvoeringsplan willen vaststellen. De deadline voor dit visiedocument was 1 juli 2015. De VVD is hierover teleurgesteld, mede omdat het hier gaat om een ongelooflijk belangrijk onderwerp, namelijk huiselijk geweld en kindermishandeling. De VVD wil graag weten waarom het pas zo laat op de agenda van de Raad is gekomen. Wat is hiervan de oorzaak? We kunnen als Tiel nu niet veel meer veranderen aan deze visie, omdat eigenlijk alle gemeenten die hieraan deelnemen een stuk al hebben vastgesteld. In april was het stuk al in Nijmegen in behandeling. De VVD-fractie richt zich nu op het uitvoeringsplan, die wat de VVD betreft zo snel mogelijk moet komen. Helaas is kindermishandeling geen uitzondering in Nederland. Elk jaar worden zo'n 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Volgens het AD van 16 november heeft gemiddeld één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Wanneer het gaat om huiselijk geweld moet de drempel om gebeld te melden vooral zeer laag zijn. Vanuit landelijke cijfers blijkt dat in alle gevallen maar 12% melding wordt gedaan van huiselijk geweld.
De VVD wil zich met name inzetten voor preventie en signalering van huiselijk geweld. Ook is het belangrijk dat jongeren die getuigen zijn geweest van huiselijk geweld over hun ervaringen kunnen praten. De VVD vindt geweld achter de deur in het privédomein ongewenst en dit moet hard worden aangepakt. De VVD is voorstander van een duidelijke aanpak waarbij preventie en repressie noodzakelijk zijn en dat het niet alleen soft moet zijn. Wij zien het uitvoeringsplan dan ook graag, deze elementen terugkomen. Ook wij kunnen ons aansluiten bij het verhaal zojuist door mijn collega van de VVD verteld. Ik kan er ook aan toevoegen dat jaarlijks weer, al zolang we een kinderraad hebben in Tiel, kindermishandeling elk jaar weer opnieuw op de agenda staat. Ook bij deze kinderen. En dat kinderen ook aangeven in de kinderraad dat op scholen ook steeds vaker en ja, ook wel regelmatig voorkomt. En dat is natuurlijk uiterst triest. Dat gezegd hebbende wil ik toch ook even aangeven dat we net als de overige partijen het betreuren dat het document in het laatst van de maanden van het jaar 2015 pas ter beoordeling aan ons is voorgelegd. Mede ook omdat het onderwerp voor onze fractie buitengewoon belangrijk is. Voorgaande sprekers hebben dat ook al benaderd. Het CDA kan het visiedocument onderschrijven omdat het huiselijk geweld en kindermishandeling onderkent. De visie huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgesteld tijdens de raadsvergadering. Dat was aan de late kant. Dat was aan de late kant, hebben we moeten constateren. Ik had ook liever gehad dat het eerder zou gebeuren. Maar ja, zoals het gaat om een dynamische omgeving en het feit dat er meerdere portefeuillehouders en ambtenaren gaan over dit onderwerp. Want het is enerzijds WMO, anderzijds jeugd, het is veiligheid. Hebben we even te lang gewacht met definitief een dossier-eigenaar aan te wijzen. Vandaar dat we later zijn dan collega's in de regio. Neemt niet weg dat we nog steeds op tijd zijn, want in december gaan we werken aan het uitvoeringsprogramma. Hebben ook het eerste kwartaal 2016 nog voor. Dus alle inbreng die vanavond is geweest, maar ook tijdens de commissievergadering van 4 november, heeft u wel degelijk nog de gelegenheid om inbreng erin te brengen. Wat dat betreft, eind goed, al goed. Wat houdt het een en ander in? Nou, het een en ander houdt in dat wij middels die visie heel helder hebben aangegeven van hoe wij huiselijk geweld en kindermishandeling willen gaan aanpakken. Wie we erbij willen betrekken, waar we op gaan letten. Bijvoorbeeld dat je ook de omgeving erbij gaat betrekken, maar ook de omgeving observeren. Want soms is het juist de omgeving die natuurlijk het geweld doet. Wie gaat dat uitvoeren? Dat gaat onder andere de GGD uitvoeren. Maar een hele hoop partners zijn hier natuurlijk voor aangewezen. Want er zijn zoveel mensen die zich al of niet direct met de omgeving, waar de slachtoffers zijn, zich bezighouden. Ja, en dat maakt het ook moeilijk, hè? Want je hoort heel vaak, nou, als er iets ergens is gebeurd, men was bekend, maar men heeft niks gedaan. Nee, precies. En daar ligt de uitdaging om dat goed te gaan stroomlijnen. En dat er goed gelet gaat worden. Maar ook de juiste goede communicatie erachteraan gaat vastplakken. En dat gaan we juist verder in het uitvoeringsprogramma verwerken. Is het dan nu niet goed geregeld? Jawel, het is nu wel goed geregeld. Alleen we willen het verder gaan gaan uitbouwen. U bent ook wethouder sport. De Giro, die komt door Tiel heen volgend jaar. Hoe staan we ervoor? Ja, het is inmiddels bekend geworden dat ze zelfs letterlijk door Tiel heen gaan komen. Ik heb begrepen dat de Italianen het liefst hadden gehad dat ze door de Waterstaat zouden gaan. Nou is dat een beetje te ambitieus. Daar hebben ze zelf ook van gezegd van ja, dat is een beetje te gek. Maar ze komen inderdaad door Tiel en wat mij betreft doen ze gelukkig ook aan de plaats waar het wielergebeuren van Tiel altijd plaatsvindt. Dat is de Waalkade. En daar komen ze ook overheen. En we zien uit naar een prachtig spektakel. Ja, dat wordt inderdaad een mooi spektakel. Kosten, is daar al iets bekend over? Nee, over kosten is nog niets bekend. De provincie heeft wel uitgesproken dat het gros van de kosten zij voor hun rekening nemen. Maar er wordt natuurlijk wel aan de gemeente gevraagd, denk mee, organiseer mee. En dat is denk ik ook de uitdaging met z'n allen te doen. Want vanuit de winkeliersvereniging, maar ook vanuit het onderwijs, vanuit de horeca en recreatie en toerisme, zijn allemaal al mensen spontaan naar mij toegekomen. Van, goh, meneer Driessen of Henk, afhankelijk van hoe goed ze je kennen, zeggen ze tegen mij van, vergeet ons niet, want wij willen mee gaan denken en mee gaan werken om het tot een mooi spektakel te maken, waarbij we Tiel nog meer op de kaart zetten, niet alleen regionaal en landelijk, maar zelfs buiten de landsgrenzen, want de Giro wordt heel ruim bekeken in ontzettend veel landen. Mantelzorgcompliment. Dat is vervangen, dat werd vroeger vanuit het Rijk betaald. Nu doet de gemeente dat. Hoe staan we ervoor?
Ja, dat is een weg die we gegaan zijn de afgelopen tijd. Door te kijken van ja, hoe willen we het gaan doen. We hebben ook de mantelzorgbarometer lopen. Daar gaan we voor het langere termijn gaan we daar beleid mee maken. Daar hebben we ook uitgevraagd van wat willen de mensen die nu mantelzorger zijn of gebruik maken van mantelzorg. Wat willen die eigenlijk voor een soort mantelzorgbeleid hebben. Daar gaan we in 2016 verder uitwerken. We hebben afgesproken met de Raad dat we voor 2015... ook het mantelzorgcompliment gaan uitwerken. En dat is inmiddels ook bijna rond. Het college moet daar nog een besluit over nemen. Hoe hoog het compliment gaat worden, laten we even afhangen van het aantal mensen die deel gaan nemen, hè, die er recht op hebben. Want we hebben een beperkt budget van de overheid gekregen. Hoe hoog is dat budget? Even uit mijn blote hoofd, ik meen 176.000 euro. En dat is een beperkt budget. En afhankelijk daarvan gaan wij kijken van wat we maximaal kunnen geven. Kortom, wordt vervolgd nog voor 31 december 2015. Ja, de mensen krijgen vanaf, ik denk eind volgende week, krijgen ze de kans om aan te geven wie zij als mantelzorger willen aanwijzen. En uiteraard kan de mantelzorger ook op verzoek van de mantelzorgontvanger een verzoek indienen. En dan hebben we dan tot 31 december de tijd voor. En dan gaan we keurig netjes voor uitbetaling zorgverdragen. Dat zit was nog. Dat zit was nog, uiteraard. Zonder het hele dossier weer op te willen raken, hebben wij, heeft de PvdA begrepen dat de afgelopen dagen na alle regenval in de Tulpstraat weer water in de kelder staat. En wij willen vragen, ik weet dat het college bezig is om permanente maatregelen te nemen, maar is het niet in de tussentijd mogelijk om tijdelijke maatregelen te nemen om te zorgen dat het water niet in de kelders komt of wegkomt of enzovoort, om die kelders weer leeg te krijgen? Tijdens de rondvraag zijn er vragen gesteld over de waterproblematiek in de Bloemenbuurt. Wat speelt daar precies? Ja, dat is echt een buitengewoon vervelend probleem voor de mensen. Er is een riool vervangen en er zijn nieuwe bestrating is aangelegd. En dat heeft ertoe geleid dat er water, omdat dat niet meer rechtstreeks op de riool wordt afgevoerd, naar de kelders is gegaan. En dus de mensen hebben gewoon letterlijk water in de kelders gekregen doordat we daar aan de slag zijn geweest met het vangen van een riool. En dat komt ook omdat de oude riool werkt als een soort drainage. De mensen daar hebben geklaagd, regelmatig ingesproken. De problematiek speelt al een maand of vier. Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan en wat gaan ze nog doen? Nou, wat we gaan doen is een structurele oplossing verzorgen. Dat houdt in dat we werken aan een soort drainageoplossing die structureel is, waardoor het water wat overtollig is niet meer naar de woningen kan zakken, zeg maar. Ja, dat kost behoorlijk wat tijd, want het is gewoon een werk die je moet voorbereiden. Dat gaat niet vanzelf en er zal ook krediet voor moeten worden verleend en gaan zomaar door. Ondertussen ligt er een tijdelijke drainage die het overtollige water zou moeten wegvoeren. Dus ja, daar zijn we mee bezig en vervolgens zijn we ook natuurlijk in goed gesprek met de bewoners om te kijken van ja, mee te nemen in het proces, wat gaat er gebeuren, welke stappen worden gezet en zodat ze ook een helder beeld hebben hoe lang ze eigenlijk nog met het probleem moeten zitten. Er is een soort van noodscenario, hè? Als mensen echt problemen hebben. Dat speelt nu, want het water staat weer hoog. Wat kan de gemeente doen? Nou ja, we zijn eigenlijk heel erg aan het nadenken over de vraag van als het nog erger wordt, wat kunnen we dan nog meer doen om te zorgen dat het water of snel uit de kelders zou kunnen, dan dat we op een andere manier sneller kunnen afvoeren. Dat is ook redelijk ingewikkeld, want er is eigenlijk over de tijdelijke drainage al vrij goed nagedacht, ook in overleg met het waterschap. Toch staat er water in die kelders, in dit geval van vier woningen. Dus we moeten er nog een stapje bij doen om een extra oplossing te gaan verzinnen. Als we het nou hebben over de schuldvraag, hè? Waar ligt die nou? Ja, maar dat is een vrij ingewikkelde discussie. Als je het heel puur formeel juridisch bekijkt, en dat doen wij als gemeente, dan zijn wij binnen de kaders van ons rioleringsplan, maar ook hoe het qua jurisprudentie is in het land, want het speelt natuurlijk niet alleen in Tiel, dan zijn wij niet aansprakelijk.